Yo, ik ben Giel. Thomas, Stefan en vandaag moeten we allemaal los van elkaar een boete zien te scoren. Die we zelf die moeten betalen. Niet. Dit gaan we niet doen. Helemaal kut, gewoon. Dat slaat nergens. Hoe hoger de boete, hoe beter. Ja, dag. Waanzin, jongens, waanzin. Maar belachelijk dat wij vrijwillig een boete gaan scoren. Ja, normaal willen mensen geen boete. En vandaag moeten we er eentje hebben. En als het niet lukt, krijgen we dus ook nog eens een streepje getatoeëerd. Shit! Ja, dus het is of een boete of een streepje. Ja, het is sowieso kut. Maar onthoud, jongens, hoe hoger de boete, hoe beter. Ben je er klaar voor, jongens? Nou, nee, helemaal niet. Hebben jullie een idee? Ja, ik heb wel een idee, maar top. Of ik er zin in heb, nee. Ah, ik heb een wielklem. Wat ga je daarmee doen? Ik ga iemand klem zetten, denk ik. Ja. Succes! Succes, go! Goed, ik heb speciaal voor vandaag een fucking mooie nieuwe auto gefixt! Mijn drumstel past hier wel in mijn eigen auto niet. Want ik heb namelijk het idee om vandaag gratis drumles te gaan geven op een centraal station. Oké, het idee is eigenlijk heel simpel. Ik heb een wielklem besteld. En die wielklem ga ik bij een politieauto zetten. Het schijnt dat je een boete krijgt als je illegaal gaat kamperen. Nee, ik heb echt super veel respect voor politieagenten. Ze doen gewoon echt wel heel goed werk. Dus ik wil hun gewoon eigenlijk niet belemmeren in hun werk. Maar ja, ik moet ook een boete scoren. Dus dat gaan we even uittesten vandaag. Ik ga illegaal kamperen. En ik zat te denken, laten we dat lekker doen naast de snelweg. Nou, laten we naar Amsterdam Centraal gaan. Doei! Het plan is een half plan. Ik had namelijk opgezocht dat geluidsoverlast is gewoon een boete. En ik kan een beetje drummen, dus met een drumstel kan ik wel zorgen voor geluidsoverlast. Het klinkt als een waterdicht plan, maar het zou zomaar de andere kant op kunnen schieten. Altijd zo, hè. Als je op zoek bent, dan vind je ze niet. En als je ze niet erbij wil hebben, dan zijn ze er altijd. Politie. Misschien moet ik ze gewoon even bellen. Hallo, ik heb een politieauto nodig. Ik heb natuurlijk al een tentje in de auto liggen. Maar ik wil ook nog heel even naar de bouwmarkt toe. En voor de mensen meteen, hé, je mag niet naar de bouwmarkt. En dat weet ik, maar ik moet het toch doen. Ga ik een bord kopen en dan zet ik erop, ik wil een boete. Het is meteen duidelijk voor meneer de agent wat ik wil. We hebben een bingo, we hebben een politieauto. Maar hopelijk gaat het niet heel ver rijden, want dan zijn we nog langer bezig. Maar we hebben een politieauto. Een politieauto achtervolgen is nooit heel verstandig. Ik vind het wel spannend, hoor. Misschien gaat hij naar collega's toe, is er iets aan de hand. Je weet het niet wat hij gaat doen. Het is zo moeilijk in te schatten. Dit kan wel zeggen heel lang gaan duren. Overtreding nummer 1. Je bevinden in een plek waar je absoluut niet mag zijn, waarbij je een ontzegging hebt gekregen. Dus als de medewerkers slim zijn, bellen ze de politie, krijg ik een boete. Maar ik moet toch echt mijn spullen hebben, jongens. Ik wil een boete. Aan de andere kant. Ja, tuurlijk. Gewoon, ik mag hier eigenlijk niet komen, maar ze vinden het wel leuk dat ik er ben. Ik ga toch maar alvast even voorbereiden. Ik wil een boete. Ik denk dat dit wel duidelijk is, zo. Wat ik wil. Naarmate we dichter bij Centraal Station komen, ga ik het echt steeds minder leuk vinden. We rijden nu langs kantoor en ik ga even een bord maken. Gratis drumles in 5 minuten. Mensen op stations hebben altijd haast en ik ga gewoon een kleine drumles aanbieden voor 5 minuten. Gaat hij doorrijden dat hij wordt achtervolgd? Ik hoop het niet. Gaat hij naar een ander bureau toe? Zet hij daar waarschijnlijk weer achter het hek neer. Dat wordt gek, hè? Oké, hij ging hier eraf. Hier is het andere politiebureau. Ja, daar is hij, hoor. Wat kut! Wat kut! Wel een uur op zoek naar een politieauto. Nergens. Plan B was om naar Amsterdam te gaan. Dus dan moet het dan maar daar. Doe dit thuis nooit dan! Gooi dan! Het is toch een gooitentje! Ik doe nu iets wat absoluut niet mag. Ik denk dat ik dat hele bord niet eens nodig heb. Ik zie er redelijk gestrest uit terwijl ik lekker op vakantie ben. Dus laten we even genieten van het mooie weer, van een prachtige natuur. Komt-ie aan. Tijd om even lekker te genieten van mijn vakantie. Kijk, we zijn aangekomen in Amsterdam. Daar is het politiebureau. Ik zie al een politiebusje staan, dus dat is bonus. Ik heb een wielklem bij me. Dit is zo ongelooflijk bij de hand, dat ik me zelf een beetje verschaam. Dus ik hoop dat het gewoon allemaal goed gaat en dat ze erom kunnen lachen en dat ik een boete krijg en dan kunnen we gewoon weer lekker gaan. Oh, wat erg.
Hoppakee, wielklep bij de politieauto. Ja, nu is het gewoon een kwestie van wachten. Ik ben zenuwachtig. Mannen, goedendag. Even stoppen met filmen alsjeblieft. Even het ding eraf halen en even twee identiteitskaarten gaan. Ja, waarom zijn jullie dit nou aan het doen? Ik dacht een leuk grapje uit te halen. Leuk grapje uit te halen. Stuk tussen 1 en 2 melding van de reanimatie. Dan kunnen wij niet naar de reanimatie toe. Nee, dat willen we natuurlijk. Dus graag voor allebei een identiteitskaart hebben. Ja. Nee, we moesten vandaag op een originele manier een boete zien te scoren. Een boete? Ja. Nou, dit heeft niks met een boete te maken. Als je hiervoor gepakt wordt, word je gewoon aangehouden voor blatant blemmering en dan heb je een strafblad. Bij Amsterdam is er trouwens altijd politie, dus. Kijk, dit is het. Dit is het moment. Oké, nu ga je weg met terug. Let's go. Nou, we gaan even een gratis drumles geven op Amsterdam Centraal, jongens. Oh, wat een slecht idee dit, hè? Hartelijk welkom bij Kamperen in Nederland. Ik ben net even lekker naar een Frans bakkertje geweest. En we gaan lekker genieten van onze vakantie met deze overweldigend frisse lucht. Ik zou deze vakantie wel geen 5 sterren geven, maar 4 sterren, want ik heb wel last van geluidsoverlast. Ik ga er wel een registratie voor maken. Ja. Ik doe dit soort dingen gewoon. Ja? Zeker. Mannen, fijne dag verder. Maar kunnen we niet een boete krijgen voor baldadigheid of zo? Dat je het zelf ook wel kunnen invullen. Het is ongelooflijk, maar echt waar. Ik heb een wielklem gezet bij een politieauto en ik heb geen boete gekregen. Dus dit is gewoon helemaal kut. Ik moet nu weer iets anders gaan verzinnen. Hoe moeilijk is het om een fucking boete te krijgen? Rij je honderden auto's per minuut langs, dan zal er toch wel één slimmering bij je zijn die naar de politie belt. Dat mag niet. Daar is de vangrail. Hier. 4 meter van mij vandaan. Ik heb een boete nodig! Joe! Gratis drumles, hè? Wil je? Ja. Hey, hou je van muziek? Ja. Dat is altijd belangrijk. Oké. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jij kan gewoon drummen. Heb jij eerder gedrumd, of niet? Ja, soms ben ik een beetje bezig met tafel. Ik vind het supergoed. Lieve mensen, applaus deze dame in 5 minuten drumles. Wie wil? Wie wil? In 5 minuten drumles. Kom maar, ja? Kom lekker zitten. Kom lekker zitten. We gaan wat leuke versiering halen en dan gaan we gewoon een politieauto pimpen. Als dit geen mooie trouwauto wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb een ballon. Ik heb een mooi Just Married magneetbord. Daar zit een politieauto. Nieuw politiebureau, nieuwe kans. Ik hoop dat dit keer echt gaat lukken. Kijk, deze achterop. Zo. Is toch leuk? Mr. en Mrs. Police. Schijnbaar vinden mensen het dus heel normaal dat je met je tentje naast de snelweg staat. En ik sta hier ruim een uur. Ik heb nog niemand gezien. Over op plan B. Ik ga gewoon ergens random mijn auto parkeren in de hoop dat ik een parkeerboete krijg. Hier horen mensen boete voor te krijgen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en go. 2, 3, 4. Goeiedag. Heeft u toestemming voor? Nee, ik heb geen toestemming. Dan zou ik even zoeken om naar buiten te gaan. Ja, maar het is, iedereen vindt het super leuk, man. Ja, maar je mag hier. Kijk, ik geef. Niemand mag hier zonder drumles in 5 minuten. Ja, maar niemand mag zonder toestemming. Nou, de boete neem ik voor lief. We gaan door. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hij kan het gewoon. Hi. Hoi. Goeiedag. Goeiedag. Ik hallo. Order nu. Ja? Station verlaat. Maar iedereen. Oké, ik zat erbij. Ik ga nu dat je. Oké, okay. Mag ik het even uitleggen? Het is de tweede keer dat ik het vorder. Mag ik het even uitleggen? Nee. Ik vorder het nu. Zeg, ik heb het gelegitimeerd. Ja. Zij hebben het al gevraagd. Je mag nu vertrekken, anders word je aangehouden. Ja? Dus dat is wel echt kinderachtig, want ja, ik probeer gewoon iets superleuks te doen. Dat kan ik me voorstellen, maar hartstikke dat kan buiten het station. Nou, dan ga ik buiten het station zitten. Succes. Dankjewel. Oké, okay. Nou, sorry man, maar jij kan in ieder geval drummen. Mensen, applaus deze man, want hij kan wel drummen.
Huppatee, kom op. Lekker, goed bezig. Oké, dan hebben we collega's hoor. Kijken wat ze ervan vinden. Nou, word ik gek hoor. Ze doen helemaal niks. Nu breng ik mijn klomp hoor. Er staan gewoon politieagenten ernaast. En die lopen gewoon naar die andere auto toe. Hoe kan het nou? Zo. Ik heb hem voor het gemeentehuis geparkeerd. Ik loop gewoon weg. En ik kom terug met de boete. Ik wil gewoon die boete, man. Ik krijg die boete niet. Die politie voordert me hier weg, maar ik heb geen boete. Dus dat is helemaal kut. Hey, volgende keer een gitaartje gewoon. Fucking hell. Niet zoveel gezeik, maar niet gelukt. Fuck. Ja. Ze gaan gewoon rijden. Ze gaan gewoon rijden, gek. Ze rijden gewoon weg met die ballon. Er staat gewoon Just Married achterop. Ik vind het briljant. Ik heb geen boete, maar ik heb wel gelachen. Ik vind het echt top. Ik zou mijn boete geven. Staat asociaal geparkeerd, die auto daar. Goed jongens, de handhaving is er niet. Dat betekent maar één ding. Ik krijg een streepje. Ik geef het op. Ik geef het echt op. Oké, ik ben net terug op kantoor en ik word van alle kanten gebeld. Blijkbaar heeft de politie getwitterd. Opdracht door Stuk TV om zo op zo'n creatief mogelijke manier een boete te krijgen is zojuist op de Leijmaansgracht in Amsterdam mislukt. Hinder hulpverleners niet en geef verstand voorrang. Ben ik helemaal met ze eens. Ik had deze wielklem op politieauto gezet, maar zoals jullie hebben gezien, ik had het ding binnen no time weer eraf gehaald omdat ze het niet leuk vonden. Ik heb geen boete gekregen en het staat nu op nu.nl, AT5 en alle andere nieuwsites. Nogmaals. Grapjes zijn leuk, maar hinder absoluut geen hulpdiensten. Dames en heren. Ik wilde alleen maar een boete. That escalated very quickly. Op een of andere manier is het ons allemaal niet gelukt om een boete te krijgen. Het was ook niet echt een hele slimme opdracht van ons, laten we eerlijk wezen. Nee, helemaal niet. Dus we zijn eigenlijk vooral de lul omdat Thomas het niet helemaal goed heeft gedaan. Dus we krijgen allemaal een streepje. Nou, dan word je toch verboet, hè? Ja, dit is mijn boete. Dit is mijn straf, jongen. Dat gaan we nooit meer doen. We gaan nooit meer de politie in verlegenheid brengen, toch? Dat gaan we niet meer doen. Nou, je hebt het gezien. Het is ons alle drie niet gelukt om een boete te krijgen. En dit was waarschijnlijk niet het beste idee wat we ooit gehad hebben. Dus ik wil even benadrukken, doe dit alsjeblieft niet thuis. Wij doen dit voor jullie, zodat jullie gewoon lekker thuis veilig kunnen kijken. Dit was een dom idee, maar vond je toch wel een soort van leuke video. Geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en dan zien we jullie gauw weer, oké? Doei!